Hey kijkers van DusDavidGames, welkom bij de tweede aflevering van de puntenchallenge van Raoul hier op DDG. In de vorige aflevering had hij geen enkele challenge natuurlijk gekregen, maar hij heeft wel een aantal doelpunten gescoord en heeft nog 3 punten over. Maar hij wil natuurlijk meer punten halen. Flauwriks, je wil het nou niet. En dat kan namelijk met een challenge die jullie hebben achtergelaten, namelijk de latjes challenge. De lat-paal challenge. Het is heel erg simpel, gewone goals tellen totaal niet, maar als hij de lat raakt, of de paal, dan krijgt hij punten. Namelijk de lat 10 punten en de paal 5. Mocht hij scoren via de lat of de paal, krijgt hij 15 punten. Maar dan moet hij hem dus wel aanraken en dat moet hij kunnen aantonen. En ik vind zelfs dat hij 20 punten krijgt als hij via de lat en de paal scoort, als in één goal. Klinkt als een flinke uitdaging, dus zou het hem gaan lukken? Ik denk het wel, want Roel is gewoon baas. Steun hem eventjes met een like alvast en laat een reactie achter met een nieuwe challenge voor de volgende keer. En Raoul, succes! Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van de Punten Challenge van mij, FC Roelie. En David heeft weer een nieuwe challenge voor ons gegeven. Zoals je net hoorde, 5 punten voor de paal, 10 punten voor de lat, 15 als we via de lat er ook inschieten. 10 dan als we via de paal erin schieten, dan komen dus gewoon 5 punten bij. En dat gaan we proberen te doen. Bedankt trouwens allemaal, echt insane, 5000 likes op de vorige aflevering. David zei, Raoul, ik weet niet hoe je dit voor elkaar hebt gekregen, maar blijkbaar vinden mensen de punten challenge leuk. Ik zei, ja David, goed, dat is gewoon een uitzondering, dat gebeurt nooit een tweede keer. Dat is een once in a lifetime ding, maar daar wil ik jullie voor bedanken. En ik wil jullie bedanken voor het allemaal gaan naar mijn eigen kanaal. 25.000 abonnees gehaald. We komen tegen dit starter pack team. Hier moeten we toch wel gewoon de lat en de paal tegen kunnen raken. Hij had eigenlijk veel beter 4 en 2 en 2 kunnen spelen. Hij heeft namelijk gewoon een Duitse CDM, RM, CF, CAM. Maar die speelt hij nu allemaal uit formatie. Oké. Ja, onze linksback gaat er vandoor. Oh, Robles. Nieuw toegevoegd in het team. Schiet op de... Niet op het goal. Ik mikte echt. Ik drukte mijn stick helemaal naar de kant toe. Zodat ik dacht, oké, dan gaat hij nu op de paal of op de lat schieten. Maar hij heeft gescoord. Dat was de vorige aflevering de bedoeling. Maar nu hebben we daar niks aan. Ja, Enzo Fernandez. Oh, kom op Enzo. Op de lat. Op de lat. Ja, ja. 10 punten. Huppakee, die voor je David. Ernesto, topscorer uit het team. Kan jij ook de lat chippen? Kan jij ook de lat chippen? Nee. Oh, bijna op de paal nog. Ja, loop diep. Ernesto, speedman sta. Oké. Schiet op de paal of op de lat. Oh, het was sowieso op de lat gegaan. Door de lek zag je het misschien, maar het was sowieso op de lat gegaan als de keeper hem niet had gered. Oh jee, door de lek geven het weg. En hij scoort ook met zijn eerste schot op goal. Dimitrievski. We hebben je niet voor niets op goal gezet, man. Maar goed, oké, het is rust. We staan dus gelijk. En zoals je ziet, hij heeft 1 schot gehad. 1 goal. Best zuur. We moeten echt proberen of te winnen en de eer te redden, of nog een paar keer op de paal of op de lat te knallen. Maar het is echt ondraaglijk, omdat hij dus besluit dat hij graag Disney's prinsessenfilms wil kijken en die aan het downloaden is. Kijk dit. Kijk hoe lang het duurt voordat ik op een knopje druk en het dan ook eindelijk gebeurt. En dan zoals nu is Ernesto er langs en dan druk ik de andere kant op en het gaat echt pas een halve seconde later gebeurt het. Maar nu Markkanen. Huppakee. We scoren in ieder geval dicht bij de lat, maar we staan in ieder geval weer voor. Oké, de scheids heeft afgefloten. We hebben dus maar 1 keer op de lat kunnen knallen. En dat is niet zo heel gek. Ik bedoel, ze hadden het lek in het game. En we hebben niet echt goede kansen gehad. Dus we hebben met 1 doelpunt verschil gewonnen. Waardoor we een punt krijgen. We hebben de lat geraakt. Krijgen we 10 punten erbij. We hadden nog 3 punten over. We zitten dus op 14 punten. En ik denk dat we meer kansen kunnen creëren als we de aanvoer vanaf het middenveld wat verbeteren. Oké, we hebben een speler vervangen. Ray, ja goed, kijk zijn statistieken. Het is niet om over een huis te schrijven. 37 shooting. We gaan hem vervangen voor iemand die ik zelf niet kende hiervoor. Ik heb hem net op de markt opgezocht. Marquez. En waarom heb ik voor hem gekozen? Hij heeft 78 passing. Hij heeft ook een goed schot in de benen. En dat is iets wat we nodig hebben. Willen we op de lat kunnen schieten. En willen we onze aanvallers meer kansen geven. Dus hiermee gaan we nog een potje zoeken met dit team. Eerste zilverspeler is binnen. Like waard. En vergeet ook niet een challenge te commenten trouwens. Volgens mij heb ik dat nog niet gezegd. Laat een comment achter met een challenge erin. Ga ik nu het tweede potje zoeken en kijken of we wat meer de lat en de paal kunnen schieten. Oké, we hebben een tegenstander gevonden. Hij heeft ook echt een heel slecht team. 41 chemistry. En het is gewoon een starter pack team. Hopelijk is hij niet een of andere lijpe Tsjechische pornofilm aan het downloaden. En kunnen we zonder lag spelen. Want dan maakt alles het gewoon een stuk makkelijker. Naar onze zilveren man. Marquez, kan je iets raken? Oh, wat een goal! Maar niet de paal of lat. Maar wat een lekker doelpunt. Kijk hoe strak hij de kruising in vloog, gek. En het scheelde niks of hij was tegen de lat of tegen de paal gekomen. Maar we staan in ieder geval 0-1 voor. We krijgen 1 punt voor het doelpunt. Maar daar gaan we echt niet hele nieuwe spelers mee kopen. Dan gaat het een hele lange serie worden. Oké, we hebben weer een vrije trap. Marquez, dit keer weet je wat je moet doen. Dit keer weet je wat je moet doen. Weer niet. Oké, ik heb het gevoel dat we alle ballen naar Marquez moeten, sturen. Volgens mij heb ik de speler met de ziekste schoten ontdekt in FIFA. Weer Marquez. Elk schot van hem gaat gewoon fucking flex op goal. Maar we hebben wel leuk 2 keer gescoord en daar hebben we punten voor gekregen. Maar die latje trap challenge, dat gaat er helemaal nergens meer over. We komen er elke keer in de buurt, maar we scoren hem nooit. Behalve nu dan... Ja, paal of lat. Je hebt een trofee gewonnen. Score via de paal of lat. We hebben dus hem aangeraakt. Maar dan was het de lat en we hebben gescoord. Dus hebben we 15 punten gekregen. Ik heb het niet gezien. Hij raakte dus blijkbaar de lat. De commentator zei het ook. Oké, nu wil ik het echt zien in deze herhaling. Hij raakte hem aan. Hij raakte hem aan. Bam. De scheidsrechter heeft gefloten voor de rust. We hebben 3 keer gescoord. Dat is sowieso 3 punten. 1 keer via de lat. Bam. 15 punten erbij. En Marquez. Het zilveren beest dat we net hebben gekocht blijkt gewoon een of ander ziek middel te hebben gedronken. Hoeveel longshots heeft hij op zijn kaartje? Hij heeft maar 76 longshots. Maar ik weet niet. Ik heb dat nog nooit gezien op een speler. Oh mijn god, wat deed mijn keeper. Wat deed mijn keeper. Als hij was blijven staan had hij hem gewoon gehad. Maar in plaats daarvan doet hij een of andere lijpe snoekduik. Ook mag de herhaling niet zien natuurlijk. Oké, de scheids heeft afgefloten. Marquez is man of the match. Hoe kan dat natuurlijk anders? 2 prachtgoals van hem. We gaan nog even de herhaling kijken van die goal van Markkanen. Want ik wil nou echt weten of hij de lat heeft geraakt of niet. Moeilijk te zien. Maar volgens PlayStation was hij er dus tegenaan. En misschien kan het menselijke oog dit niet zien. Ja, hij heeft hem aangeraakt. We hebben daarvoor 15 punten gekregen. 2 punten voor het doelpuntenverschil. We hebben 17 punten gekregen dit potje. Niet eens heel slecht. We gaan kijken wie we daarmee kunnen upgraden. Oké mensen, we hebben 17 punten. En ik ga even iets doen aan onze slome en slechte verdediging. Figarai, je bent ontzettend slecht voor ons geweest. Maar we gaan je upgraden naar niemand minder dan Ivan. Dit kost ons 8 punten. Betekent dat we nog 9 punten over hebben. Die we niet allemaal gaan besteden aan onze CB Perez. Voor More Kilo kost ons 6 punten. Betekent dat we weer 3 punten over hebben. Maar daar kunnen we niks mee doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet mijn kanaal te checken. FC Roelie upload elke week 3 of 4 keer. Dus best ziek chill toch voor jullie. Mensen, ik check jullie allemaal later. Ciao gasten. Nou, dat was dus dat. Ja, weer Ernesto. Weer Ernesto. Weer Ernesto. Nee, die is op goal. Man. Het bewijst gewoon maar dat FUT alleen maar om pace draait. Want de enige speler bij mij die gewoon een beetje snel is, die scoort ook daadwerkelijk en krijgt alle kansen. Oké, het is...